Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Alien Isolation. We gaan hier gewoon eens even in hiden, puur omdat het kan. Oké, dat is genoeg. Kunnen we dan ook uit? Nou, gewoon op E. Oh, wauw, dat doen we niet zachtjes of zo. Als die alien daar staat, is dat klaar of zo? En waar willen we eruit om snel weg te sneaken of zo? Dat is niet echt een goed plan hoor, sowieso niet. Maar dan is het toch handiger om zachtjes open te doen in plaats van BAM! Hallo alien, hier zijn wij en red mij, achter. Maar oké. We gaan weer naar buiten, we hebben nou die maintenance jack. We denken nou dat we naar de andere kant kunnen om die fucking deur te openen en ook die deur daar. Misschien hadden we eerst even naar die andere kant moeten gaan, maar we krijgen nou een video. Uh-oh. Stay still. Oké. Turn around. Okay, call him in here. Come on! I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley! Off station. A ship. There's no ships here! There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. Lady, that's the least of our problems. Yeah? Yeah. Something's on this station. Something you wouldn't believe. Zijn schoonmoeder. What? A killer. You get it? Okay. Alien. Kalm, jongen. Okay. What's your name? Axel. Okay, Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, I mean, why? What's in it for me? A place on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. Dat is inderdaad het belangrijkste, ja. This is your lucky day. Oh ja, zeker weten. Ik heb eruit dat jij nu niet geraped wordt door die alien. Yeah, we hebben een freightje! Yeah! It's quite a distance, but we can get to a transit through the freight area. But watch yourself. We can get in all sorts of trouble there. Ja, maar dat maakt niet uit, we hebben hem. En dat heeft twee redenen waarom dit fijn is. Ten eerste, als er nou rapey time is, dan gaat hopelijk de alien achter hem aan. Dus dan kunnen wij lekker wegrennen. Come on, I don't want to stick around here long. De tweede punt is dat we eerst even daar naartoe gaan trouwens. Dat we kunnen luisteren of dat hij ons helpt, zeg maar, soort van. Dat hij ons shit vertelt en shit. Dat is duidelijk. Hij vertelt ons shit en shit. Maar we gaan deze dingen even weghalen, want deze wou ik nog weghalen. En daar konden we van alles mee doen. Dus gaan we deze shit even weghalen. En eens even kijken wat wij hier binnen vinden. Misschien vinden we wel hele mooie dingen. En anders wordt het rapey alien time, maar... Met een beetje geluk vinden we iets waar we het aan hebben. Een bonding agent. Alweer, waarom vinden we alleen maar... Oh, blasting cap. Collect compound. Oké. Wat was het zo te zien? Ah, ik kan nog steeds geen medkit maken. Oh, nee, ik wil niet de flare gebruiken. Ik wil de flare niet gebruiken. Fuck off. Hoe gebruik ik iets anders dan de flare? Weet ik veel. Ik wil die flare niet gebruiken. Fuck off. Nou, ook prima. We gaan met de flare rondlopen. Hier was volgens mij geen jack meer, toch? Dat was alleen maar die iron rommel. Even kijken. Ja, dat is iron en dat is ook... Nee, dat was plasma trouwens. Dat was iron. Maar dan nog, dat shit waar we niet wat aan hebben in ieder geval. We gaan er doorheen met Axel, onze nieuwe vriend. Gewoon normale vriend, niet boyfriend. Ja, jij moet je mond houden. Dan gaan we dan. Hij heeft ons gewaarschuwd dat er iets leeft. Een killer, oftewel zijn schoonmoeder. En ik ben benieuwd wanneer we het gaan zien. Ik neem aan dat we de alien een keer gaan zien nu.
Oh, come on. Was that you following me back there? Had to keep my distance. Can't take any chances. Hoe de fuck weet zij dat ze überhaupt is gevolgd? Ik had het niet door. Daar kunnen we niet in, daar niet. Ja, hier wel een paar dingen trouwens, waarschijnlijk. Maar fuck daar om helemaal terug te gaan rennen. Oh wauw, dit is echt donker. Dat is echt fucking donker. Ja, dat snap ik. Want ik zie geen fucking shit daar. Oh. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Ringo. They're just some assholes. We haven't got time for this. Come on, Janna. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Janna, let's go, okay? I'm sorry. Good luck. Ik denk dat jullie allebei doodgaan. Doei. Wacht, laat me jullie eens goed bekijken. Doei. What was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared. Keeping to their own. Safer that way. Mm-hmm. Dat is zo. Dat zo fucking donker daar is, hè. Ik zie echt gewoon niks, hè. Dat is gewoon zwart daar. Oké, daar gaan we dan, hoor. I hope this ship of yours is the real McCoy. Ja. Dat zeker, het is een heel mooi schip. Ah, trouwens iets wat ik je nu wel kan... Oké, iets wat ik je nou wel kan verklappen. Allow me. Place is old. Needs a special touch. Aha. Is, en dat weet ik 100% zeker zo'n beetje. Als wij... Attermond. Ik was iets aan het uitleggen. Als wij straks helemaal ontsnapt zijn. Soort van op ons eigen schip waarschijnlijk. Tenminste ga ik vanuit. Werden dat we opeens wakker worden met een alien boven onze bakkers. Dat gaat echt het einde zijn van deze game. Dat we denken dat we veilig zijn en dat er dan opeens de alien op ons schip zit. 100% zo'n beetje. Dat weet ik echt wel zo'n beetje zeker. Oh, what the fuck? Hij despawnt gewoon. Hij respawnt eigenlijk. People, oké. Dus we zijn nu nog eerder bang... Voor people dan voor andere dingen, oké. Braid each other's hair, je hebt geen eens hair, jongen. Ja, waarom is die deur zo beschadigd? Ja, inderdaad. Wat zeg je? Een psycho? Een persoon? Nee, iets anders. Een monster. Oké. Okay. Gaat die deur open voor die? Kut, deze. We hebben nog een flare. Mocht het nodig zijn. En die kunnen we ook gooien, voor de duidelijkheid. Maar. Nou, doe maar. Doe maar. Shit, we need to move. This way. Get down. Oh fuck. This is bullshit, man. We should be looking for a way off. Are you crazy? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. Maar dat wisten we, dat we konden lean en shit. Trouble. We'll have to go random. Follow me. Oké. Follow Axel into the fence. Nou, daar gaan we dan. Waarom? Ik kan niet naast hem staan ofzo. Hij heeft echt een force field om zich heen. Dat is echt fucking kut. En dat is serieus kut. Hij heeft echt zo'n force field om zich heen dat we niet te dicht bij hem kunnen komen. Ja, maar ik kan nou niet verder lopen, zie? Ik hou vol W in, maar ik kan gewoon niet dichter bij hem komen. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. Oké. Okay. Ik vind het wel fijn dat jij voorop loopt in ieder geval. Everyone's turning on each other. The fear, it makes people crazy. I've noticed. Ja, hij zelf. Hij is daar een goed voorbeeld van. You've been living here? What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need.
Don't know when you'll get another chance. Grab what you need? Er ligt hier niks. Been hunkered down here for a week now, waiting for a ship. Nou, hier misschien. You, I guess. Nee! Oh my god. It can get pretty dark around here. You should take that flashlight over there. Wat? Flashlight? Flashlight! Is dat een flashlight? Ah! Een comcenter ding. Dat is wel handig. Be careful not to flash it around. You don't want to get caught. Hold F to reload the flashlight. Wauw! Dacht dat ik blauw was met de flashlight. Oké, alhoewel. Hij doet zijn werk wel. Ik kan de flare niet oppakken, dat is kut. We hebben echt een waardevolle flare verneukt, hè. Maar oké, we gaan even opslaan. Ja, ja, kalm. Komt allemaal goed. Maar dat komt dat ik niet wat anders kon aanklikken. Dat is zo... Yes! Eindelijk! Nee, niet die. Q. We kunnen eindelijk onze medkit maken. Yay, build to survive. En dan kunnen we hem ook gebruiken, omdat onze HP wel behoorlijk laag is. Dit is de medkit. R to activate. Nice! Ah, mooi. Onze HP is weer terug. Perfect, we hebben dus een flashlight, maar we hebben ook batterijen. Dat is dan weer minder mooi. We moeten dus rekening houden met dat we niet al te veel onze flashlight gebruiken. Als we dat wel doen, dan zijn we de lul namelijk. En dan hebben we geen batterie meer. What now? I'll watch the vent. There's another vent right here somewhere. I marked it so I wouldn't forget it. How about you look around? We're not going anywhere until you find the vent. Ja, die. Hij had die flash op die vent gemarkt. Jee, yeah, nog meer flashlight batteries. Ik zeg, er zijn wel veel batterijen volgens mij. Axel, is this it? Hold on, I'm coming. Dus dat is wel positief. Lijkt mij dan tenminste, dat veel batterijen zijn. Maar als ik kijk hoe snel die batterijen opgaan, dan zijn dat ook geen Duracell extra long life ofzo. Dat is meer honky tonky 10 seconden licht. Batterijen. God damn it. Oké, daar gaan we dan. Hoi, doe maar. Doe maar. It's not smart to stay here too long. Nee, daarom. Dan moet je doorlopen. God damn it. En er is nou wel veel minder spanning, zeg maar, omdat je met iemand bent. Ik weet niet, dat voor mijn gevoel is het nu minder spannend. Wat wel fijn is eigenlijk. Even wat meer rust, zeg maar. Minder rapey-rapey time. Ja. Correct. Quiet. I hear something. Niet de alien. I hear you. Will do. Gaan we de alien zien? Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. Follow me. Ik hoorde een vent ding. Is dat goed? What the fuck? Hij kroop er doorheen toen het ding nog dicht was. Goed bezig. Wat gaan we doen? Waarom loop je als een aap? Gillen. Oké, gotta be quiet here. Don't shine that flashlight. Nee, is goed. Zal ik niet doen. Quietly. Hoezo? Ik doe toch quiet, jongen? Waar zijn we allemaal naartoe gelopen? Oh, dat was ook een save point daar, blijkbaar. Maar fuck de save point, denk ik. Hold up. Oké. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone stay alert. Oké. Your guns tight. Shoot anyone you don't know. Oh wow, nee, dat is een fijn bericht. Shoot anyone you don't know. Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. Ja, inderdaad. You're smaller than me. You'll make less noise.
Great. Great. Which one of you checked our supplies last? I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo. Wow. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to... Oh, there's nog een vrouw bij. Wow. Damn it. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there. Sealed tight. Eyes open. Keep your guns ready. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Oh ja, iets wat je trouwens ook kunt doen is hiden overal onder. Zoals hier. En dat is wel nice op zich. Dat je echt kunt hiden ergens onder. Onder een bureau, onder een bank, onder een bed, weet ik veel wat. Gewoon je kunt ergens onder hiden als je wil. En dat is wel heel erg chill, vind ik. Ik weet dat we hungry zijn, maar... Man, dit voelt zo wrong. Zijn dat die twee die met die lift naar boven gingen? Ah, daar is de generator. Oké, alien. Niet hier zijn. Dank u. Als die alien nou besluit rapey rapey time te doen. Dan hebben we een groot probleem. Want dan hebben we aan de ene kant de alien. En aan de andere kant hebben we 5 boze mensen met geweren. Wat op zich al goed is, dat zij op de alien gaan schieten en wij weg kunnen rennen, maar... Ik ben bang dat het niet zo'n feest is. Turn off generator. Uh-oh. Generator's died. It just turned itself off? No, somebody's here. Check it out. Everyone with me. Daar komt niet meer goed, dus we gaan hier naartoe hiden, hoop ik. Is dit genoeg om te hiden? Ik ben bang voor niet. Who's there? Come out and we won't hurt you. Doesn't seem to be broken. How would you know? Do you think we should check that out? Uh-oh. You're not welcome here. Back off! Ja, daar zijn we de lul. Au, au, wow! What the fuck, jongen? Dikke vinger, ga naar de kant. Doei! De ballen. Dat is niet zo heel positief eigenlijk. Doei! Wacht, was hier zeker nog zo'n vent? Ja, dus, auw! Dat was een fucking shotgunkogel in onze kop. Ik wist niet dat er een vent was, dat had ik niet gezien. Load current save, load mission save, of previous. Waarom zouden we... Don't try to outrun the alien, you won't make it. Dat is ook echt een fijn bericht, game. Dankjewel. Probeer niet weg te rennen voor de alien, je gaat toch dood. Ah, serieus, zijn we nou helemaal hier. Ah, nou, dat scheelt op zich wel. Kunnen we nou die medkit van maken? Ja. We moeten zelfs de medkit van maken. Klik hier to craft the item. Item constructed. We gaan hem ook even gebruiken weer. Zodat we in ieder geval volledig HP hebben, wat wel handig is. En iets wat we nou niet hoeven te doen, is die flashlight te gebruiken. We weten waar de vent is. What now? I'll watch the vent. We weten dat we hier naartoe kunnen lopen, dat hier nog een ding is. Ik weet niet of hier nog meer batterijen zijn. Kijk maar, dat is het mooie. We weten nu wat er is, dus ik loop nou gewoon rond in het donker. Zonder die fucking flashlight te gebruiken. Oh wacht, daar was nog een ding trouwens. Bedenk me net. De vorige keer was daar iets. Yup, ID tag. Kijk maar, dit is zo chill. We lopen nog gewoon donker rond. Dus we gebruiken dat kleine beetje batterijen niet. Wat juist ons leven kan redden ooit. En... Zo je ziet, er is hier niks. Er is niks om bang voor te zijn. Dus... We zijn veel te bang aan de ene kant om überhaupt iets te doen. En helemaal zoals in de eerste twee parts. We hadden eigenlijk overal makkelijk doorheen kunnen rennen. Er was echt niks aan de hand. Maar omdat je weet dat er een keer rapey rapey time komt met een alien. Ga je rustig aan doen en voorzichtig doen, zeg maar. Wat dus helemaal niet nodig is. It's not smart to stay here too long. Nee, dat kan ik wel raden. Dus we moeten even naar die safe dingen gaan. Daar, links. Just those that want to stay alive, sweetheart.
Trouwens, we hebben nooit de Torrens genoemd. Torrens, so that's your ship. Kijk, hij zegt nou Torrens is je ship. Maar volgens mij hebben wij nooit de Torrens genoemd, toch? Quiet. I hear something. Tenminste, volgens mij niet. Maar, doe maar. Ja, I hear you. Will do. Gotta go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Oh, daar is dat save ding trouwens. Zie ik nu staan in het midden. Someone will send help. Ah, ja, dan gaan we even opslaan. Hij gaat weer door het ding heen, terwijl die nog dicht is, half. Ik heb dat ding echt gewoon niet gezien. Save game. Zo fijn om even op te slaan. Dan gaan we tenminste... Als we weer doodgaan, dan gaan we hier dood. Of dan respawnen we hier. Ah, dat was wel zijn uitdaging. Kunnen we serieus met de lift? Kunnen we weg? Ah! Het is groen, dus waarom kunnen we niet met de lift? God damn it. Okay, gotta be quiet here. Aha. Nee, doe ik niet. Geen paniek. Komt allemaal goed. We weten nou ook dat er een ventilatieschacht onder zit bij de generator, die ik niet had gezien. Jongen, ik doe toch quietly, jongen, kut! Wat een ondersje. Where's the emergency? Someone else has been here. Ja, fuck het allemaal. Stay alert. Keep your guns. Dag gelul. Shoot anyone you don't know. Dat hebben we net ook al gehad, dus fuck dat. Stick around while I check our stock. Ja, stick around while I'll check our stock, man. Niemand checkt daadwerkelijk iets. Dat is het mooie. Er is niemand die daadwerkelijk iets aan het checken is. Van al dat kutvolk. Daar was niemand. Ze gaan naar de generator. Ik heb die vent niet gezien. Terwijl die eigenlijk best wel obvious is daar. Maar ik had die vent echt niet gezien. Dat echt heel dom is. She's in the vents. It just turned itself off? No! Somebody's here! Check it out. Everyone with me. Ah, heel even wachten totdat die mensen erin zijn, ongeveer. Dat zal nu wel zijn, ongeveer, denk ik. Doesn't seem to be broken. How would you know, Einstein? If the generator had blown, there'd be smoke. Okay. Ja, ja. Kalm. Blijf eens in de buurt, jonge vriend. Let's keep it down. En jij rent fucking hard hier langs. En dan let's keep it down zeggen. Bitch. Wat is dit? Van Flare. Yay, save point. Oh, dat klonk niet positief. Dat klonk een beetje rapey. Even kijken. Yes, save please. Er zijn wel veel save points. Dat is eigenlijk wel fijn. Tenminste, tot nu toe. Daar. En als we switch floor doen, dus met R. Baggage claim, dat was daar ook een. Daar een. Hier niks. Maar hier gebeurt ook vrij weinig, moet ik zeggen. Maar dat is op zich wel goed. Is niet slecht. Heb ik nog een agenda. Kunnen we zien wat het allemaal is. Rewire system, locked. En als er nog wat is... Je kunt best veel zien eigenlijk op de map. Is ook goed. De map is ook goed. Maar we hebben opgeslagen, dus. Dat hoop ik ook. Dat hij niet weggevlogen zou. Sevastopol, not quite what you're expecting, eh? Nee. Niet echt. Waarom moet ik eerst? Waarom blijft hij daar staan? What the fuck? Waarom loop je niet gezellig met me mee? Dat is echt verneukt inderdaad. Als je dan eigenlijk al lang weg had moeten zijn. Maar door een of ander iets dan word je zo hard genaaid dat je... Wauw, dat zijn heel veel dingen. Maar dat je eigenlijk al weg had moeten zijn, maar net niet op tijd weg bent door wat voor reden dan ook. Waardoor je hier op dit rapey eiland blijft zitten. Dat is echt kut. Waarom sta je... What the fuck ben je aan het doen? What the fuck ben je aan het doen? Nou. It's powered down.
The assholes have cut us off. Nou, wat moeten we doen dan? Got it. We need to activate both consoles at the same time. Oh my god. I'll do this one. You go to the one on the other side. Aha. En sowieso dat dan de deuren dicht zijn en het rapey rapey time is. En dat die dude ons achterlaat. Wedden? 100% dat die dude ons gaat achterlaten. Ready. On three. One, two, three. Axel, behind you. What? Ah, wat valt mij. Save Axel. Hit from behind. This ground. Son of a bitch. You bums think you can take what you want? Donderhop, jongen, bitch. Zo. Oké, dat had niet gehoeven misschien. Maar, oké. Fuck. Let's go. The others are on their way. Aha, dat sowieso. We need to go. Now. Hey, you bastard. Oh. Hi. Doei. Move it. Move dan ook. Shoot him. Uh-oh. Escape effect zo snel, snel. Aha. Jullie ons anders, dus je moet je bakkers houden en niet janken. Oké, daar gaan we dan. Uh-oh. You killed that guy! Because he was going to kill me, you saved my life. This is about survival. Do you understand? I hear something. I hear something. Uh-oh. I got on me. Uh-oh. So! Rapey rapey time! What the hell was that thing? Dat voor de duidelijkheid, lieve mensen. Was de alien. Dat was de alien. Wat inhoudt dat we nou de alien gaan zien? Het is nou aangekondigd dat de alien er is. Houdt in dat wij hem in de volgende part veel gaan zien. Veel moeten wegrennen. Veel moeten verstoppen. En bang in een hoekje moeten gaan zitten. Maar dat gaan we dus ook doen in de volgende part. Ik hoop dat jullie het heel erg vet vonden. Deze part weer. Het is veel spanning ook wel. En het is al iets minder zomaar met z'n tweeën. Maar alsnog zomaar met dat je andere mensen tegenkomt. En daar ook nog rekening mee moet houden en shit. Dan maakt het wel een stuk anders. Vind ik tenminste. Dus dat is netjes gedaan. Sowieso is de game wel heel leuk om door te spelen, vind ik. Laat even weten in de comments wat jullie van vinden. En zie ik weer in de volgende video. Later.